Kan jij sneller liken dan dat ik deze tekening maak? Oké. Yes! Ik ga tekenen tot ik niet meer kan. Dat betekent heel erg veel tekeningen en ik kan niet wachten. Reageer potlood als jij geabonneerd bent. Je bent een baas. Let's go! Maak de tekening af. Oké, dat is in dit geval niet zo lastig. Paraplu. Deze dude heeft een beetje trek, dus we maken zijn popcorn af en nu kan die het eten. Het is dus de bedoeling dat we iedere keer de tekening afmaken. En als we dat doen, kunnen we doorgaan naar het volgende level. Wookie wookie. En om eerlijk te zijn, sommige tekeningen wil ik liever niet afmaken. Maar als ik het niet doe, kunnen we niet verder, dus ik doe het maar wel. Oh man, dit meisje is boos en we maken haar knuppel af, dus nu kan ze... Oh man, ben je serieus? Dat is Poppy Playtime. Oké, we gaan de brug aftekenen, zodat dat meisje naar hun toe kan. Ik denk dat we haar gezichtsmasker voor de andere helft moeten afmaken. Kijk eens aan. Soms is het eigenlijk redelijk logisch wat je moet doen. Maar ik denk dat het moeilijker wordt naarmate we verder gaan. Oeh, de Squid Game brug. En laten wij dit glas even repareren. Huggy Wuggy zit achter de speler aan. Dus als wij de brug afmaken... helpen we hem een handje. Hier hebben we een pompoen die afgemaakt moet worden. Hier hebben we een touw wat afgemaakt moet worden. Hier een soort van waaier. Een wapper. Een ding. Hier een televisie van de frontman. Oh man, dit ziet er creepy uit. Of tenminste, nee, het valt wel mee. Waarschijnlijk moeten we haar wekker afmaken, anders wordt ze niet op tijd wakker. Oké, ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe, Huggy Wuggy in bad, is het eigenlijk niet zo lastig. Het is vrij snel te zien wat er niet is afgemaakt. Zoals in dit geval de theekan van Poppy Playtime. Oh nee, we moeten snel het masker afmaken van de Squid Game Guard, anders zien we wie eronder zit. Of bijvoorbeeld het zwaard van de piraat. Of de bel van dit meisje. En hier hebben we een oog van een Squid Game speler die er niet zo aardig uitziet. En volgens mij is dit een klusjesvrouw met een mega gereedschap. Hier moeten we het hek afmaken. De tv werkt niet. En de reden is simpel. De kabel. Het geheime woord is tv. Reageer tv als je nog steeds kijkt. Hier hebben we een cheerleader. Alleen haar tweede ding was niet af. Oké, ik moet zeggen, tot nu toe vind ik het wel extreem makkelijk. Ik ben letterlijk al bijna bij level 50. Stel voor dat ik gewoon 50 levels haal en we dan eigenlijk nog niet eens op de helft. En we dan eigenlijk nog niet eens op de helft van deze video zijn. Dit meisje zit op een soort van skippybal en we hebben hem afgemaakt. Dit is denk ik een van de weinige games die je kunt spelen zonder dat er een moment is waarbij je het niet snapt. Hier hebben we weer een Squid Game speler. Ze is niet zo blij. Oh man, dit ziet er creepy uit. Wacht, wat? Nou, dit is niet zo heel lastig. We maken de mond gewoon af. En volgens mij moet dit een lineaal voorstellen. Hier hebben we een meisje met een halve radio en nu een hele. Dit is denk ik een soort van trommel. Yes! Deze dude is boos, want hij is op zoek naar zijn vriendin. Die zit hierachter en wij helpen zijn handje door het gordijn dicht te maken. Waarom is dit meisje boos? Laten we haar soort van speciale bril aftekenen. Oh, er ligt iemand onder het bed. Dit is een teddybeerfabriek, dus we moeten de hendel afmaken. Hier moeten we de voetbal afmaken. Hey, dit is Prinses Peach volgens mij. Met een hele kroon. Oh nee, het regent. En dan heb je niet genoeg aan een halve paraplu. Volgens mij moeten we haar zonnebril afmaken. Hier hebben we een soort van bloemenkrans die we moeten aftekenen. Ik meen het echt. Ik heb denk ik nog nooit een game gehad waarbij ik het zo makkelijk vond. Maar aan de ene kant is dat wel leuk, want zo krijg je echt mega veel levels te zien. In eigenlijk een hele korte tijd. Oké, hier hebben we een soort van hoed. Hier hebben we de boog. Kaching. Hier hebben we een gedeelte van de maan. En hier hebben we overduidelijk een springtouw. Hier hebben we de staart van Catwoman. Hier hebben we een bananenschil. En hier moeten we denk ik een hartje van maken. Ja, perfect. Het lange haar van dit meisje. De benen van deze mevrouw. We zijn nu letterlijk bijna al bij level 100. We hebben precies nog 20 levels te gaan. Volgens mij moeten we deze lamp eventjes afmaken. Het is een dief. Van 1 tot 10. Hoe moeilijk vind jij dit spel? Wat is hier niet af? Ah, haar schoen. Oké, het wordt iets lastiger. Ik zou er denk ik letterlijk een 2 geven. Letterlijk elk level, daar hoef ik maar een seconde naar te kijken. Nou, dit is overduidelijk de spiegel die we moeten afmaken. Ze is boos. Oh my gosh, wat zit hierin? Een vampier. Oké, de laatste 10 levels. Dit meisje is verdrietig en wij zien waarom. Haar webcam deed het niet. Oeh, dit is een bladblazer. Kijk eens aan. Nou, dit is waarschijnlijk de lippenstift die we moeten afmaken. Waarom doet de telefoon het niet? Nou, ik heb het al gezien, dus ik moet heel voorzichtig het kabeltje repareren. Zij wil hetzelfde haar als op de foto. Nou, daar kunnen wij wel voor zorgen. Let's go. Ik ben alleen een beetje bang om de hele tijd te zeggen hoe makkelijk ik dit vind. Want meestal als je dat te vaak doet, wordt het ineens super lastig. Bij deze hoef ik letterlijk alleen maar een streepje te zetten. En dit is level 100. En volgens mij moeten we hier een slang aftekenen. Wauw, we zijn bij level 101. We zijn klaar met tekenen en we beginnen met het gummen. We moeten de juiste dingen weggummen. In dit geval moeten we de kerstman een beetje helpen met afvallen, zodat hij door de schoorsteen past. Deze mug wil iets eten, maar een poepje lijkt mij niet zo lekker. Hij heeft natuurlijk liever een slakje. Vind de kat. Vind de kat. Oké. Ah, wacht. Dat was een bil. Wat is het cadeautje? Hij hoopt op de maan. Maar het is een voetbal. Hij is boos. Hij wou de maan. Vindt de zeehond. Wedden dat hij gewoon achter de kat zit? Oh ja. Oh ja, het is een zeehond. Laat in de reacties weten. Vind jij het tekenen leuker of het gummen? En oh ja, het geheime woord is magneet. Reageer magneet als je nog steeds kijkt. Vind de waarheid. Oké, wat is de waarheid? Oh, de kraan is een olifant. Is dit een hotdog? Daar gaan we achter komen. Het is een hondje. Wie is hij? Oké, laat me niet bang worden, hè.
Ik zei nog zo, laat me niet bang worden. Oh, dit is creepy. Er klopt hier iets niet. Ik denk dat we de lepel moeten weghalen. Zie, het is gereedschap. Haal de make-up weg. Oké. Maak ze hetzelfde. Volgens mij kunnen we dat dan het beste bij de blauwe hand doen. Ah, oh, dit is zo cute. Hoe werkt dit? Oké, het is een puntenslijper. Er zit een bever in. Er wordt een aardappel gezocht. En dat is eigenlijk gewoon deze dude. Maar hij deed alsof hij patatjes was. Wat doet deze jongen achter de bosjes? Hij strikt zijn veters. Waar is de baby? Waar is de baby? Daar is de baby. Waar speelt de kat mee? Het ziet eruit als een staart. Maar als we de deur nou even weggeven. Het is een dinosaurus. We moeten de tanden helpen. Er zit namelijk eten tussen. Kijk eens aan. We moeten deze twee batterijen in de afstandsbediening stoppen. Dus we halen het klepje weg en ze passen erin. We moeten snel een rups maken van deze vlinder. Want dat is wat er op zijn ID-kaart staat. Perfect. Help de politie. Oké, wat nou als we een gat in de grond maken? Ik moet eerlijk zeggen, misschien vind ik het gummen nog wel leuker dan het tekenen. En er zit letterlijk een kaboutertje in de pinautomaat. Is dit een fluffy bal? Geen idee, we gaan erachter komen. Oh, er zit een kat achter. Dit meisje wil zwemmen. Nou, dan heeft ze natuurlijk wel eerst even een andere outfit nodig. Tada! Wat maakt hem zo sterk? Is dat niet spinazie? Ja, het is spinazie. Wat zit er in dit bekertje? Volgens mij zit er kattenvoer in, toch? Of niet? De kat heeft alles opgegeten. Deze dude wil naar de bioscoop en hij heeft één kaartje. Maar volgens mij... Ze zijn met z'n drieën. We moeten deze boom klaarmaken voor de winter. Dus eigenlijk gaat hij naar de kapper. Kijk eens aan. We moeten de schildpad sneller helpen rennen. Zit er misschien iets achter het hekje of zo? Oh, wacht. We hebben hem veranderd in een imposter. Waar is de hamer? Die zal waarschijnlijk wel achter het schild zitten, of niet? Tada! Wie ligt er in bed? Volgens mij is het een hond. Het is een hond! De imposter moet de hamer pakken, dus wij halen het hekje weg. Zodat hij erbij kan. Is dit een normaal persoon? Ik weet het niet. Misschien is het wel een zombie. Wat verstopt deze kameel? Het zijn letterlijk twee flessen met water. We moeten de ijsbeer redden. Dus we gummen de zon weg. En kijk eens aan. Ik blijf het zeggen. Ik vind het eigenlijk wel geniaal. Wacht even, wat is dit? Oh, het is een grot. Ik vind het eigenlijk wel geniaal dat dit spel juist zo makkelijk is. Want je kunt zoveel levels spelen in echt een kwartier tijd. Ik bedoel, in veel games is het zo. Kijk, Superman. In veel games is het zo. Dat je soms echt 10 minuten vastzit bij één level. En in dit spel ben je in 10 minuten bij level 100 of zo. Oh nee, wat zit er achter de douche? Oeh. Dat is creepy. Oh nee, hij is verdrietig om zijn shirt. Nou, we gummen de vlek weg en hij is weer blij. Deze appel moet geopereerd worden, dus wij helpen hem een handje. Vind de krokodil. De krokodil zit achter... Oh zo, de krok. Oké. Okay. Help de ambulance. Oké, okay, we halen snel de houtstronk weg. Waar is de olifant? Laat me raden. Achter de dino. Wat voor tattoo heeft hij? Dat zal wel een hele stoere tattoo zijn. Oeh, kijk. We moeten de kip grillen. Sorry, kip. Oh... Dat is zo gemeen. We moeten zijn wondjes fixen. Nou, we gaan er overheen met de gum. Zo makkelijk is het. Stel voor dat zo in het echt zo makkelijk zijn. Dat als je een fout maakt of je bent gevallen, dat je er met de gum overheen gaat en het is gefixt. Waarom willen deze mieren het riool in? Omdat er een lolly ligt. Waar is de ijsbeer? Ik weet het niet. Ik zie alleen maar... Oh, wacht even. Het is de panda. We moeten de pompoen schoonmaken. Kijk eens aan. We moeten de cactus schoonmaken. Oh, hij heeft geen stekels meer. Wat is deze dude aan het doen? Hij is aan het grasmaaien. Kijk hoe snel die gaat. Maak haar weer mooi. Oh, kijk. Het was een donut. Nu met sprinkles. We moeten hem scheren. Oké, zo. Stel je kunt het echt gewoon zo scheren. Wat zit er achter deze wolk? Het is de zon. We moeten de tekening afmaken. En iets in mij zegt dat dat, ja, in ieder geval tot nu toe niet zo lastig is. Welke toren zou dit zijn? De Eiffeltoren. Oh my gosh, moeten we serieus een brein maken? Ugh. Hij leest een boekje. Oké, okay, volgens mij moeten we saus op deze hotdog gooien. Nu heb ik trek. Oké, okay, deze dude die is aan het surfen, dus hij heeft wel even een surfboard nodig. Oh man, waarschijnlijk moeten we hier een pleister op plakken, of niet? Ja, precies, een kleine pleister. Oké, okay, ik denk dat we het raampje van de wasmachine... Precies... Er zit een kat in. Dit meisje heeft het koud. Dus laten wij snel even een deken tekenen om haar te helpen. Want dat is wat we doen. In dit spel tekenen wij dingen... om te helpen. Stel voor dat zou in het echt kunnen. Dat je gewoon een potlood hebt. Waarmee je letterlijk dingen kunt tekenen om mensen te helpen. Iemand heeft trek, dan teken je een broodje. Iemand is verdrietig, dan teken je een zakdoek. Iemand heet Bob, dan teken je... Een taco! Precies. Of iemand heeft zin in een pizza, dan teken je een pizza. Het geheime woord is pizza. Reageer pizza als je nog steeds kijkt. Jij bent een baas. Maar later in deze video heb ik nog twee geheime woorden. En ik ben benieuwd of jij ze allemaal in de comments gaat achterlaten. Oh man, laten we maar snel even een extra deur tekenen. Veilig. Nou, dit is natuurlijk voor de tand. Pasta, kijk eens aan. Oké, ik moet eerlijk toegeven, tot nu toe. Ik zou dit letterlijk met mijn ogen dicht kunnen. Ben je serieus? Alleen zij kan dat niet, dus zij heeft even een bril nodig. Perfect. Deze handschoen is weer gemaakt. Deze bezem is weer af. En deze jurk is dat ook. Ik heb volgens mij nog nooit zo snel bijna 40 levels gemaakt, gehaald, gedaan. Op zo'n mega snelle manier. Uh-oh, doe ik het goed? Ja. Hupsakee. Nou, dit is zo'n cheerleader ding. En dit is een pot met augurken. Gezellig. Hier moeten we een paal hebben. Sporten. Hier moeten we vuur hebben.
open haard. Tweede kerstman. Het tweede geheime woord is kerstman. Reageer kerstman als je nog steeds kijkt. Oké, hier moeten we natuurlijk wel even een spiegeltje hebben, anders kan je niks zien. Hey, hier hebben we de kerstman weer met een mega zak waar Rudolf in zit. Nou, dit is natuurlijk een smiley, hupsakee. En daarover gesproken, laat jouw favoriete emoji in de reacties achter. Ik vind het altijd zo grappig dat iedereen er wel een heeft en dat ze vaak best wel van elkaar verschillen. Oh, ja, perfect. Die van mij is denk ik de poepjes emoji. Ik vind die gewoon te grappig. Nou, dit is natuurlijk een tv met een scherm. Hey, daar is King Kong. Volgens mij moeten we de rits afmaken. Ik denk dat deze viking een brug nodig heeft of... Oh nee, een sprong. Oeh, een horloge waarop geen tijd staat. Niet zo handig. Wat hebben we hier nodig? Ah, wacht, natuurlijk. De soort van ster. Hier natuurlijk een koekje. En het laatste geheime woord is koekje. Reageer het hier beneden. Misschien heb ik nog wel een geheim woord, maar dan moet je blijven kijken. Oké, dit is overduidelijk het pootje van volgens mij een... Oh, een kat met scherpe nagels. Oh, kijk eens. We moeten dat even helpen. Kijk, ik vind het altijd zo grappig met dit soort games dat ik vaak bij level 100 ben en dan pas op de helft van de video ben. In welke game krijg je het nou weer voor elkaar om level 100 te halen terwijl je letterlijk nog maar net bent begonnen? Of misschien ben ik wel een... super pro. Nee, dat is het niet. Dit spel is gewoon super makkelijk. Maar op een of andere manier blijft het gewoon echt heel vermakelijk. Misschien juist een rietje, denk ik. Ja, dat je gewoon lekker kunt blijven doorspelen. Oké, volgens mij moet ik hier een soort van kroon maken. Kijk eens aan. Hier een kaarsje. Oh nee, de gummybeer is gemaakt. Let's go. Hij heeft natuurlijk wel even zo'n hockey ding nodig. Oh, is dat? Ja, perfect. En deze pan heeft een handvat nodig. Ontbijt. Oh, dit is die truc waarbij je zogenaamd iemand door de helft zaagt. Moeten we dan gewoon de andere kant van de doos maken? Ja, oh nee. Dat is eng. Er zitten twee mensen in. Stel voor je zou dit in het echt kunnen doen. Als je de helft van iets hebt opgegeten, dat je het erbij tekent. Volgens mij heeft hij een soort van helm nodig, of niet? Ja. Oh nee, we moeten de vampier redden door snel iets op zijn kist te doen. Nou, dit zwaard is natuurlijk niet zo handig om vast te pakken. Nu wel. Nou, we moeten het basketbalnet afmaken. En deze dude kan misschien wel een douchegordijn gebruiken. Kom op. Dit is natuurlijk niet zo handig als je de pizza wil snijden. Dit wel. Oké, we moeten de muis bij de kaas helpen. Perfect. Weet je wat? Kaas. Nog een woord. Reageer het. Ben ik de enige die kaas gesmolten veel lekkerder vindt dan ongesmolten? Zeg maar, een broodje kaas vind ik niet zo speciaal, maar ik ben liefd op een tosti. Hij heeft wat grotere spierballen nodig. Ook zoiets. Stel voor je zou in het echt gewoon spierballen kunnen tekenen. Nou, deze schaar die moeten we maken. Wacht even, wat is hier de bedoeling van? Moeten we dit... Ah, een pot. En hij heeft natuurlijk een lasso nodig. Zoom, zoom, zoom. Volgens mij heeft hij het zo nodig. Ja, de veren. En deze dude heeft wat gewicht nodig. Perfect. Dit is een ninja. Alleen hij moet natuurlijk wel kunnen kijken. 9 min 1 is 10. Nee, 9 plus 1 is 10. Deze clown is verdrietig, omdat hij geen neus heeft. Maar nu wel. Oké, dit is een eitje. Ik zie 3 cirkels, dus die persoon heeft gewonnen. Oh nee, snel. Teken het touw. We hebben haar leven gered. Oh, dit is niet chill in de regen. Laten we er even een dakje op zetten. Kijk hoe blij die is. Deze hamster moet natuurlijk wel iets hebben waarin die in kan draaien. Gaan we hem blij of gemeen maken? Laten we hem blij maken. Level 99. Oké, hij is een kopje thee aan het drinken. Met een koekje erin. Level 100. Oké, we moeten de deur tekenen. Let's go. We hebben gewoon letterlijk 100 levels gehaald. En we zijn nog ineens klaar. Volgens mij wordt dit een kwast met blauwe verf. Volgens mij is dit zo'n... Hoe noem je dat ook weer? Zo'n globe. Oh nee, de gordel is niet aangesloten. We hebben het leven van het teddybeer gered. Ah, wacht even. Dit is het zakje zeker, of niet? Wat is dit? Oh, de stopdas. Deze dude heeft natuurlijk een bordje vast met een nummer erop. Deze telefoon heeft denk ik een houder nodig, of niet? Of een kabel. Ik denk een kabel. Ja, een kabel. Ik moet zeggen, ze beginnen nu net iets lastiger te worden. In plaats van 1% van je brein, heb je nu 2% van je brein nodig. Maar het werkt. Ah, dit is weer een overduidelijke. Wat moeten we hier doen? Ik denk de envelop dichtmaken. Ja, en hier moet er waarschijnlijk iets getekend worden. En hier moet natuurlijk een plaat op liggen. Net zoals dat deze dude wel een slaapmaskertje kan gebruiken van een konijn. Nou, dit is een neushoorn. Die mag wel een iets grotere hoorn hebben. Deze zonnebril moet gemaakt worden. En het is misschien wel handig om een bord te hebben. Maar wat ontbreekt hier? Is dat niet zo'n engeldingetje? Oh, dude! En wacht even, volgens mij moeten zijn benen hier zijn. Oh, dat ziet er zo raar uit. En dit is denk ik een vis. En deze pizza moet nog 1 keer gesneden worden. Laat vooral in de reacties weten, van 1 tot 10. Hoe moeilijk vind jij dit spel? Ik zou het denk ik een 3 geven. Maar ik kan me zo voorstellen dat het nog wel een heel stuk lastiger gaat worden dan dit. Hij is onder hypnose. Zo kan je geen gitaar spelen. Maar zo wel. Oké, dit is overduidelijk een bijenkorf. Niet de winkel, maar een bijenkorf, letterlijk. Nou, dit is natuurlijk een 7. Volgens mij moeten we dit hek even recht maken, of is dat het niet? Ah nee, wacht, ik zie het al. Het is een plank die ontbrak. Deze telefoon heeft natuurlijk wel iets nodig waar je de nummers kunt invoeren. En volgens mij moeten we deze aan elkaar maken. Perfect. Een sneeuwengel, dat is fantastisch. Dat is letterlijk het eerste wat ik doe. Altijd als er sneeuw ligt. Volgens mij ontbreekt hier een snaar. Oh, hij is zo verdrietig. Nou, we gaan hem even blij maken. Oh, het werkt wel. En hij heeft een worstje. Hij heeft natuurlijk heel snel zo'n honkbalknuppel nodig. Kablam. Oh, het hartje is gebroken. Maar nu niet meer. Ik bedoel,
maar nu niet meer. Ah nee, wacht. Eerst zo. Ja, perfect. Volgens mij hebben we hier zo'n ding nodig waar je tegenaan kunt mappen. Dit is een regenboog, maar volgens mij ontbreekt er nog een kleur. Laat jouw lievelingskleur in de comments weten. Ah, ze kijken samen naar de sterren. En ze zien een hartje. Stel voor ze zagen een alien die gewoon rustig de wereld kwam overnemen. Ja, je moet natuurlijk wel een toiletbril hebben. Ik heb geen idee wat je hier moet doen. Ik ben er al even naar aan het kijken, maar... Oh, hij heeft een wiebelstoel. Ah, dit is natuurlijk gewoon een lampje. Hier hebben we waarschijnlijk een gordijn nodig. De spaghetti is op, maar wij helpen een beetje, of nee? Ah, kijk, zo perfect. Oh, zo schattig. We moeten denk ik de zon maken. Oh, en natuurlijk een gum. Ook al tekenen we vooral. Dit is denk ik een waterpistool, dus dan hebben we zo'n ding nodig. Voor het water. Dit is een boksbal. En oh my gosh, laten we maar snel even de parachute aftekenen. Ik denk dat deze man een wandelstok nodig heeft. Perfect. Oh, dit koekje is zo verdrietig. Nou, dit kennen we inmiddels. Dit is gewoon hupsakee. De kat en het visje. Deze panda moeten we afmaken. Volgens mij heeft ze wel even een gordel nodig, of is dat het niet? Ja, perfect. Zij wil naar buiten kijken, dus wij tekenen een raam. Ze is in de ruimte en er is een olifant. En natuurlijk het horloge. Oké, ik moet zeggen, er waren een paar levels die ik lastig vond, maar de meeste tot nu toe heb ik volgens mij in minder dan 3 seconden gedaan. Oh, ik kan nu al zien wat dit is. Dit is een fidget spinner. En wat zou deze dude vast hebben? Een stuur, denk ik? Is dat het? Ik denk dat het een stuur is, toch? Of niet? Of ziet zo'n stuur er anders uit? Ah, natuurlijk. Vind een nieuwe bril voor Blue. Oké, laten we deze weggummen. Ah, natuurlijk. Een ooglapje. Zijn linkeroog doet het namelijk nog. Oké, we moeten het laten bliksemen. Hoe kunnen we dat het beste doen? Kunnen we dan het beste de wolken gummen? Ah nee, de paraplu natuurlijk. Kijk. Dat is eigenlijk niet aardig, hè? We mogen Blue niet wakker maken. Nou, dit gedeelte ken ik in Rainbow Friends. Je mag namelijk de ballonnen niet aanraken. Dus als ik die gewoon weggum, zou dat geen probleem moeten zijn. Alleen als je te hard smakt op de taart, hoort hij het ook. Dus wees rustig. Het thema is ontbijt. Oké, wacht even. Ik hoop dat dit gaat lukken. Ik ga proberen een croissantje te tekenen. Maar wij mogen hierna bepalen wat het thema gaat zijn. En ik ga voor Scary Larry. Oké, dit moet een croissantje voorstellen. Wat is het beste ontbijt ter wereld? Laat het in de reacties weten. Ik doe mijn best. Oké, weet je, een appel. Dat kun je ook bij je ontbijt nemen. Het steeltje van de appel. En natuurlijk een boterham. Waarom is dit moeilijker dan ik dacht? Wacht, ik begin met de korstjes. Want de binnenkant van een boterham is meestal wat lichter. Laten we gaan voor chocopasta. Lijkt het op chocopasta? En laten we er als laatste nog een banaan bij maken. Ik bedoel, dit lijkt op een ontbijt, toch? Maar je kan zien wat het is. Ik krijg er trek van. Oké, we moeten beginnen met beoordelen. Dit ziet er niet uit als ontbijt. Sorry, je krijgt 1 ster. Oké, de volgende. Is dat een eitje? Lijkt wel op een eitje met lava. 2 sterren, denk ik. Oké, daar hebben we die van ons. Die kunnen we natuurlijk geen cijfer geven. Anders gaf ik een 10. Boterham, banaan, appel, croissantje. Ik ben alleen een bakje koffie vergeten. Maar ik hou nu van koffie. Oh, dit ziet er goed uit. Ik zie bacon, een pannenkoek, een eitje. Dit is wel 4 sterren. Ik bedoel, je ziet wat het is. Dat krijgt van mij al een dikke voldoende. Dit is een eitje. Wel een beetje zielig. 1 eitje. Niet echt iets van drinken of zo. Weet je wat? 3 sterren dan. Wat kwam eerst? Het kip of het ei? Laat het weten. Wat is dit? Cereal. Deze persoon heeft het er nog even bij. Ja, sorry. Dit is echt... Het lijkt op konijnenpoepjes. En dan ben ik gewoon eerlijk. De winnaars zijn... Wacht, wat? Ik zit niet eens in de top 3. Dus die tekening is beter dan mijn croissantje met banaan. Laat maar. Oké, dit is mijn moment om even goed naar Scary Larry te kijken. Want ik wil hem dus zometeen gaan natekenen. Oké, het thema is banaan. Maar ik ga dus gewoon Scary Larry tekenen. Dit kan 2 kanten opgaan. Misschien denken de spelers... Wow, dat is zo mooi. Het is geen banaan, maar... Ik geef er dus alsnog een dikke 10. Maar het kan ook zijn dat ze denken dat is geen banaan. Je krijgt een 1. Oké, ik ga eerst dat masker doen. Daar staat Scary Larry onbekend. Krijgen we hier zijn ogen. Waarom heb ik hier een slecht gevoel bij? Dan heeft hij natuurlijk zijn welbekende hoed. Dit is echt serieus nog best wel lastig om te doen hoor. Krijgen we natuurlijk zijn baard. Ik ga volgens mij geen eens meer plek hebben voor een banaan. Oh my gosh, ik ben zenuwachtig. Dan heeft hij nog van die gemene wenkbrauwen. En wat ik dan ga doen is ik ga hier zijn lichaam maken. En dat wordt dus heel belangrijk. Oké, hier hebben we zijn arm. Oké, dan ga ik eerst de banaan maken. Oh my gosh. Ik hoop dat de spelers hier blij mee gaan zijn. Ik bedoel, zie het zo. Break-in story is wel echt heel bekend. Veel spelers lijken het te waarderen. En we hebben het echt net op tijd gemaakt. Scary Larry met een banaan. Oké, dit ziet eruit als een banaan. Maar ik ga 3 sterren geven, omdat 2 minuten is best veel tijd en dit is best wel basic. Oké, dit is een goeie. Dit is een banaan op een bord met een mooi uitzicht. Deze krijgt wel 4 sterren van mij. Dit is mijn grootste concurrent. Dit is een wortel. Jop, wortels zijn niet geel. Nee, oké, maar het lijkt op een wortel. Deze krijgt 1 ster, sorry. Kijk. Dit is een kunstenaar geweest. Of niet. Ik koop er trouwens alvast een thema bij. Oh, dit is wel een goede trouwens. Deze krijgt 3 sterren. Dit is netjes. Oh, deze is goed. Ik bedoel, dit zijn 3 bananen, maar het ziet er een beetje uit als een kunstwerk. Ik ga deze denk ik gewoon 5 sterren geven. Waardoor ik het voor mezelf nu moeilijker maak. En de winnaars zijn... Sonic is de winnaar. Ben je serieus? Ik heb verloren van Sonic. Maar nu komt het volgende thema is... Is dat een hamster? Sorry, ik raak afgeleid. Het volgende thema is Scary Mary. En hopelijk gaat Sonic mij dan niet weer te slim af zijn. Het eerste wat ik ga doen is ik ga proberen de achtergrond blauw te maken. Daarmee verspil ik best wel wat tijd. Maar onderscheid ik mezelf wel van de andere spelers. Oké, dan begin ik met het gezicht van Scary Mary. Ongeveer zo. Dit kan echt 2 kanten opgaan. Ik ben zo benieuwd naar de andere. Dan gaan we gewoon regelrecht door naar de hoed. Dat is een beetje zo. En dan hier wat van deze dingetjes op. En aan diezelfde hoed zitten dan nog wat veren vast. Oké, wacht. Dit is
heel belangrijk. Dit wordt namelijk haar masker. Dan moeten we een beetje open laten voor de ogen. De mond is vrij makkelijk trouwens. Wat het weer wat moeilijker maakt, is dat ze daar groene lippenstift omheen draagt. Maar ja, op zich. Oké, dit is ook best wel lastig, want ze heeft kort haar een soort van. Beetje zoiets volgens mij. En dan gaat het aan deze kant door. Ik ga voor 30 seconden langer, want ik denk serieus dat ik dat nodig ga hebben. Ik denk misschien van, Job, wat doe je nou? Nou ja, Scary Mary die staat natuurlijk bekend om haar groene jurk. Ik ga proberen die heel zorgvuldig te maken. Dit zijn de schouders. Dan hebben we hier een iets lichter streepje. En dan krijgen we hier eigenlijk gewoon de rest van de jurk. Dus dat kleur ik helemaal in. En nu een heel belangrijk detail. Ze heeft namelijk hier een prachtige roos. Ik hoop dat het erop lijkt. En weet je wat? Scary Mary lacht graag. Dus ik schrijf erbij. Ha ha ha. Oh my gosh. Dit is hoe iemand Scary Mary heeft getekend. Zo, dat is echt één ster. Dit is de hoed van Scary Larry. Niet Mary. Kijk, dat is nice. Oh my gosh, wat is dat? Één ster. Kun je ook 0 sterren geven? Wat is dit? Kunst, Job. Dit is kunst. Nee, dit is wat je krijgt als je te veel Skittles eet en je wordt misselijk. Wat is dit? Oké, wacht even. Je ziet wel wat er geprobeerd is. Dat vind ik sowieso 2 sterren waard. Wat is dit? Dit is weer Scary Larry. 1 ster. Weet je wat? Ik heb het volgende thema gekozen. En ik ben gegaan voor Break-in Story. Dit is 1 ster. Dit lijkt niet eens op een karakter uit het spel. En de winnaars zijn... Ben je echt serieus? Ik heb verloren van dat en van dat. Vinden jullie dat terecht? Ik ben ineens een random potje gejoined. En het onderwerp zijn oogwimpers. Dat is vrij random, maar iets in mij wil het wel proberen. Oké, ik begin natuurlijk met het oog. Waarom heb ik zo'n idee dat dit er super creepy gaat uitzien? Oké, dan gaan we het nu omlijnen. En dan gaan we proberen om de mooiste wimpers ooit te maken. Dit is een wimpertje. Hier nog een wimpertje. Lijken eerder op ruitenwissers van een auto, maar dat maakt niet uit. Ik doe mijn best, oké? Ik heb serieus mijn best gedaan. Oké. Ik bedoel, ik zie dat het oogwimpers zijn, dus 2 sterren voor de moeite. Heb jij een leuk onderwerp wat ik de volgende keer moet tekenen? Laat het weten. Oh, deze is goed. Deze is echt goed. Ik ga deze 4 sterren geven. Maar kijk, ik heb wel de moeite gedaan om ook de achtergrond een kleur te geven. Oh, deze is schattig. 1 ster. Ja, sorry. Je hebt meer dan 2 minuten de tijd en je komt met dit. Dit is gewoon streep, streep, streep. Klaar. Oké. 5 sterren. Ik bedoel, kom op. Als je naar een museum gaat, kun je dit gewoon zien hangen. Oh, dit is een schattige kat. 1 ster. Ja, wat? Het onderwerp was geen kat. Maar de kat heeft wel oogwimpers. Oké, 2 sterren dan. Alsjeblieft. 1 keer winnen. 1 keer winnen. 1 keer winnen. Ik heb serieus geen zin meer in dit spel. Ik ben laatste geworden. Waarom loopt hier een Among Us-speler met een pretzel op zijn rug? Wat is er mis met jou? Wat gebeurt er? Kom op, Scary Larry. Je kan dit. Break-in Story. Oké, ik ga proberen het logo van het spel na te tekenen. Die hebben jullie waarschijnlijk wel voorbij zien komen. En dan van Break-in Story 1 trouwens. Ik heb uiteraard een plaatje klaarstaan. Maar onthoud dat het lastig is. Hier zo een streep. Dan hier donkerblauw. Je denkt misschien, Job, dit lijkt nergens op. Het komt wel. En dan mogen jullie mij uitlachen in de reacties. Oké, nu het allerbelangrijkste. Ik ga proberen het masker te tekenen. Oh my gosh. Op zich, ik vind de vorm wel goed, al zeg ik het zelf. Die gaan we dan weer omringen hiermee. Zolang je maar herkent wat het is, ben ik blij. Alleen die schaduw gaat heel lastig zijn. Zoiets. Ik hoop überhaupt dat ik genoeg tijd ga hebben. Die schaduw gaat helemaal naar beneden. Ik ga een beetje extra tijd nodig hebben. En nu hetgeen wat het allemaal moet laten samenkomen. En dan die rare soort van neus. Lijkt nergens op, joh. En dan die mond zo. Nou ja, op zich. En dan op de achtergrond wat sterren. En dan nog wat bergen aan de onderkant. Dit is het echte logo van Break-in Story. En dit heb ik gemaakt. Nou, op zich, het lijkt op elkaar, toch? Wat is dit? De 1 ster. Deze persoon heeft niks getekend. Of je wel, 1 stipje naar zo. 1 ster. Als ik dit niet winnen, dan eet ik mijn mouw op. Dit is een donut. Of nou, wacht even. Hebben ze donuts in het spel? Nee, ze hebben geen donuts in het spel. Wel koekjes, maar geen donuts. Kijk, is dat die van mij? Ja, dat is die van mij. Waarom twijfelde ik? Nogmaals, dit is het echte logo van Break-in. En dit heb ik getekend. Ik vind het op elkaar lijken. Oh, dit is ook wel een goeie. Eigenlijk wat ik heb getekend, maar dan wat simpeler. Dus deze krijgt van mij wel 3 sterren. Wat is dat? Is dat een koekje? 1 ster. Oké, de winnaars zijn... Yes, ik zei het toch. Nu hoef ik mijn mouw niet te eten. Oké, weet je wat? Ik kies nog 1 thema. En dan mag jij reageren, baard. Als je de video nog steeds kijkt. Het thema is Poppy Playtime. Maar ik ben van plan er iets heel speciaals van te maken. Namelijk een Poppy Playtime karakter wat nog niet bestaat. Misschien gaan we die ooit wel eens een keer zien. Ik weet het niet. Maar hoe cool is het dan? Als ik hem al had getekend. Je vraagt je misschien af, wat wordt dit? Ik wil een soort van Huggy Wuggy maken, maar dan anders. En in het geel krijgen we hier de mond. Die bij elke Huggy Wuggy best wel groot is. En vol zit met scherpe tanden. Dit kan echt 2 kanten opgaan. Of mensen denken, wat is dit? Dit is helemaal geen Poppy Playtime karakter. Of mensen begrijpen dat wat ik nu maak een idee is. En het interessante aan dit karakter, hij heeft geen 1, geen 2, geen 3, maar 4 ogen. En elk oog is een andere kleur. Dus we hebben nog een paars oog en dan hebben we een rood oog. En die moeten we natuurlijk even voorzichtig omlijnen. We hebben nog een naam nodig. Huggy Buggy. Ik geef mezelf nog een beetje extra tijd. Want wat deze Huggy Buggy ook zo speciaal maakt, is dat hij grab pack handen heeft. Dus hij heeft eigenlijk een soort van krachten die de speler ook heeft. En dan natuurlijk de blauwe. Of had ik de groene moeten doen? Dat is degene in chapter 2. Dit is hem geworden. Dit is letterlijk een poppy. Poppy is namelijk een soort van rode bloem. Maar dat is geen Poppy Playtime, dus ik ga het wel 1 ster geven. Wat is dit? Dit is 1 ster. Oeh, dat is wel een mooie bloem. Dus ik ga hem 2 sterren geven, want het is wel een poppy, maar het is geen Poppy Playtime. Oeh.
Die is goed. We hebben hier een Huggy Wuggy knuffel die een Kissy Missy vasthoudt. Ik ga hem denk ik 3 sterren of 4 sterren geven. En kokosnoot. Poppy playtime. Kokosnoot. Het lijkt niet eens op elkaar. 1 ster. Oeh, daar is die van ons. Oh, we zijn net aan tweede geworden. Maar in dit spel werkt het wel zo. Wij kunnen letterlijk alles tekenen wat we willen. En het komt tot leven. En vervolgens gaan we de battle ermee aan. Kijk, we maken een dubbele laag. Het gevecht kan beginnen. Dude, dit is easy. En we kunnen dingen ook upgraden. Al moet ik wel zeggen, waarschijnlijk wordt het zometeen een stukje lastiger. Kijk, we maken een soort van achterkant erbij. Ik weet niet wat we eraan hebben. Oh, snap! Dude, het is wel duidelijk te zien dat niet alleen wij, maar ook onze tegenstanders een stukje sterker worden. Of nou ja, dat valt eigenlijk ook wel mee. Oké, deze keer hebben we een kanon voorop, maar we upgraden eerst even onze power. Daar gaan we. We hebben zelfs nog een beetje inkt over. Come on. Ja! Weet je wat ik doe? Ik maak er eentje met spikes. Oh, uh-oh. Werkt dit wel? Oh, dit werkt ook gewoon. Je maakt een grap. Doe, dit is juist super chill. Omdat we de onderkant niet hebben dichtgemaakt, hebben we nu de meest buigbare auto ever. Oké, maar nu wil ik het anders doen. Wat als ik nou gewoon, zeg maar, een stuk open laat, maar ik maak een spike aan de voorkant. Nu hebben we eigenlijk een dubbele hoorn. Oh, snap. Oh, snap. We zijn zelf ook gevallen. Maar toch winnen we. Oké, we upgraden onze inkt en onze power. En weet je wat we dan doen? Dan maken we gewoon een mega barrière. Dus nu zou het moeilijker moeten zijn voor onze tegenstander om iets te doen. Doet, het werkt. Het werkt. Oké, we upgraden onze power. En weet je wat we deze keer doen? Ik ben benieuwd of dat kan. We laten de onderkant open. Maar we maken wel een spike aan de voorkant. Oh, dit gaat zo lastig zijn. Of misschien ook niet. Oké, ik wil nog iets anders proberen. Ik wil gewoon 1 mega lange punt aan de voorkant maken. Nu hebben we een soort van neushoorn. Oh nee, wat hebben we gedaan? We zijn ons wapen vergeten vast te maken. Dus nu hebben we letterlijk geen wapen. Oké, we gaan het nog een keer proberen. En wat ik ga doen, is ik ga een soort van hokje om mezelf heen maken. Dus je zou zeggen dat mij nu niks moet kunnen overkomen, right? Oh my gosh, we hebben zijn toren vernietigd. Zijn wielen rollen er gewoon af. Oké, maar nu moeten we nog bij hem komen. Oké, deze keer hebben we een kanon. En die nemen we dus met ons mee. Oh, snapperoni, daar gaan we. Oh, wat? We kopen er een nieuw karakter bij. Oké, daar gaan we. En laten we hem een soort van inkleuren. Je zou zeggen dat we nu een hele stabiele onderkant hebben. We hebben hem al. Oké, we hebben deze keer een kanon. En weet je wat ik doe? Ik kleur het weer in. Dat zorgt er namelijk voor dat we minder makkelijk af kunnen gaan, denk ik. Meest serieus. We zijn af. Oké, we hebben een mega groot zwaard. En kijk wat ik doe. Ik maak letterlijk een mega schild voor mezelf. Oh, snap, deze doet. Oh, die is voorbereid. Maar, come on. Oh nee, oh nee. Oh, dit is zo spannend. Oké, we zitten letterlijk op hem. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Oh, doet. We willen hem in het water hebben. We willen hem in het water hebben. Kom op, kom op. Oh, hebben we hem? Hebben we hem? Oh, hij komt er weer uit. Hij komt er weer uit. Nee, dat staan wij niet toe. Dat staan wij niet toe. Oh, dit is zo spannend, doet. Dit is de zwaarste battle tot nu toe. Oh. Come on, we moeten niet opgeven. Dit is het moment. Oh, snapperoni. Hij gaat vallen. Hij gaat vallen. Hij gaat vallen. Ja, ja, ja. Yes! Oké, deze keer hebben we een mega hamer. We zitten letterlijk in een driehoek. Oké, dit moet goed komen, toch? Oh, we gaan alle kanten op. We zitten los met onze stoel. Kijk, op zich maakt dat niet uit. Zolang we maar gewoon niet uit deze driehoek gevuurd worden. Precies wanneer ik het zeg. Oké, we upgraden onze inkt. En weet je wat we nu doen? Een cirkel om onszelf en om de onderkant. Dus eigenlijk hebben we nu een soort van zandloper. En dat is zo slim. Wat gebeurt er eigenlijk als we gewoon alleen een cirkel om onszelf maken? En dan op deze manier. Wat hebben we nu gecreëerd? Oh, snap. Oh, hé! Hey, dat werkt supergoed! Oh, snap! Het is dus aan te raden om een beetje creatief te zijn in de manier waarop je dingen tekent. Dat kan namelijk echt heel goed helpen wanneer je iemand wil verslaan. Oh, we vallen zelf ook. Maar we vielen wel als laatste. Oké, weet je wat we doen? Wat nou als we alleen ons voorwiel gebruiken. En dan maken we even zo'n streep in de hoop dat we dan balanceren. Oh, dat is vreselijk. Als we nu winnen, hè. Je maakt een grap. Kijk, we zijn een eenwieler en we winnen. En wat als we nou iets om onze wielen heen plaatsen? Oh, ik ben zo dom bezig. Ik wil gewoon kijken wat er gebeurt. Als we nu, nogmaals, als we nu winnen, hè. Oh. Ben je serieus? We hebben niet gewonnen. Oké, weet je wat? Dan doen we het gewoon even op de normale manier. Even kijken of dat nog werkt. We hebben nu eigenlijk een klein bunkertje voor onszelf en dat ging sneller dan ik dacht. Wat nou als we alleen maar punten maken op deze manier? En dat wij er dan bovenop zitten. Nu zijn we eigenlijk een soort van vallende ster. Oh! Oh, snap! Oh, dude, kijk dan! Oh my gosh, dit werkt niet. Als we nu winnen, hè. Dat is wel het mooie aan dit spel. Je kunt gewoon nog winnen. Oké, ik wil iets super geks doen. Wat nou als we letterlijk een soort van bunker maken? Je zou toch zeggen dat dit wel iets moet doen. No way, hebben we hem nu al? Oké, wacht. Hij is uit zijn auto, maar we hebben hem nog niet. We hebben hem! We hebben nu een soort van schuiver aan de onderkant. Dus volgens mij, en ik heb geen idee wat ik heb gemaakt, maar volgens mij is dit super overpowered. We schuiven hem letterlijk aan de kant. En we kopen een nieuw poppetje. Oeh, deze wielen zien er zo overpowered uit. Maar weet je wat ik doe? Ik maak er nog zelf een paar wielen bij. En dan een mega soort van schild aan de voorkant. Oké, als dit werkt, hè. Doei, doei!
Ik zie je later wel weer. Wat nou als ik gewoon één rechte lijn naar boven maak? En hier ook één rechte lijn naar boven. Oh my gosh, wat heb ik nu gedaan? Oh. Wat nou als ik mezelf op een soort van piramide neerzet? En dan gewoon één rechte lijn naar boven als schild. Oh, dit is volgens mij heel slim. Misschien wel. Oh, oh. Ja! Oké, we hebben een kanon. We maken een cirkel onder de kanon waar wij in zitten. En dat cirkeltje, dat koppelen we dan aan de wielen. En dan een punt. Oh my gosh, dude. Dat was overpowered. We zitten nu helemaal aan de voorkant. Dus weet je wat we doen? We maken hier een mega schild. Klaar. Oh, snap. Volgens mij is dit niet zo slim, of wel? Is dit slim? Het is slim. Het is slim. Wat kunnen we hier kopen? Oh, dat wist ik niet. Waarom kom ik hier nu pas achter? Alles wat we nu bouwen, daar zitten ook gewoon nog eens spijkers op. Ik weet niet of je dat ook echt gaat merken in de battle. Oh my gosh, dude. Dat is zo overpowered. Letterlijk alles wat we nu bouwen, daar zitten nog eens een keer een soort van spijkers aan. Dus nu is het nog makkelijker om iemand in te maken. Oh, oh, oh. Nee, 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 nee. Oh, oh. Eigenlijk hou ik er wel van als dat gebeurt. Dat maakt het extra, extra spannend. En we hebben hem. Ik wil dit bouwmateriaal sowieso houden. Maar eigenlijk wil ik wel kijken of we dan ook wielen met spijkers kunnen hebben. Want we zijn eruit gegooid. Oké, we maken één grote cirkel. En die koppelen we aan de wielen. Geen idee of dit slim is. Maar we komen er waarschijnlijk wel achter. Oh, snap. Oh, snap. Oh, snap. Oh, snap. Hebben we hem? Ja! En check this out. We hebben nu letterlijk spikes tegen onze wielen aan zitten. Dus als we nu over onze tegenstander heen rijden, die best wel een raar bouwwerk had. Maar dan kunnen we hem dus veel makkelijker inmaken. Oké, we maken hier een soort van spikes. Oh, wat heb ik nou gedaan? Dit is niet goed of wel? Oh my gosh, wat heb ik gedaan? Alsnog hebben we hem verslagen en het zag er echt niet uit wat we maakten. Oké, we hebben een kanon. Volgens mij hebben we nu wel iets gaafs gedaan. Het nadeel is alleen wel... Oh, nou ja, er is geen nadeel. Ik wou het nadeel zeggen, maar toen hadden we al gewonnen. Oké, een spike aan de voorkant. 3, 2, 1, kap... Hij heeft ons. Oeh, we hebben hier een mega wapen aan de bovenkant. Oké, dit moet lukken. We gaan erachter komen of dit voldoende is om ermee in te maken. Ik vind het eigenlijk soms wel jammer als er geen muren om de map heen zitten. Dat is wel een hele easy win. Er zijn nog betere wielen. Alleen om die te krijgen, heb ik nu een mega tentakel aan de voorkant zitten. Oeh, come on. Come on, come on, come on, come on. Hebben we hem? Ja, we hebben hem. Onze wielen zijn zo sterk. Oké, ik heb een soort van grijphaak gemaakt aan de voorkant. Die ik niet nodig heb gehad. We hebben al gewonnen. We hebben in totaal 2000 muntjes nodig. En als we die hebben, dan kunnen we de beste wielen in het spel kopen. Dan hebben we letterlijk alles van spikes. Oh, come on, come on, come on. Oh, snap. Hij moet vallen. Hij moet vallen. Oh, deze battle is zo intens, dude. 3, 2, 1. Ja! En we kunnen de wielen kopen die we zo graag willen. Dude, deze zijn nu nog sterker. En kijk wat voor mega spike we aan de voorkant maken. Oké, hiermee moeten we wel winnen, toch? Oh, snap. Oké, daar gaan we weer. Let's go. En we maken een cirkel in het midden. Een halve cirkel. Onze inkt was op. Oh, doei doei. We kopen een nieuw poppetje erbij. En nog een nieuw poppetje. Kunnen we onszelf niet in een vierkant zetten? En dan maken we hier ook een soort van vierkant. Dude, we hebben letterlijk een monster truck gecreëerd. Kijk dan. Ik wil alle poppetjes unlocken. Oh, we hebben nu een mega zwaard. Eigenlijk is het niet heel lastig om iets te maken waarmee je kunt winnen. Zal ik gewoon een mega hoge muur maken? Oh, dit ziet er heel raar uit wat ik nu heb gedaan. Ik weet ook niet of dit gaat werken. Come on, overrijden letterlijk over hem heen. Oh, nee. Oh, yes. Abonneer voor meer en adios.